Nou, welkom bij de eerste tutorial. Ik heb nogal wat vragen gekregen met betrekking tot het werken met klankschalen. En ja, het is een beetje lastig om dat per e-mail te beantwoorden. Maar aan de andere kant moet je eigenlijk ook teruggaan naar de basis, zeg maar, van het spelen zelf. En daaruit vloeit vaak vanzelf al het antwoord. Het allereerste klankschaal die ik jullie wil laten zien is eigenlijk de alleroudste klankschaal die er is. Dat is de Longxi klankschaal uit China. En de Longxi klankschaal werd vooral gebruikt niet alleen om het water mooi te laten springen, het was een bijzonderheid zeg maar in de oudheid, maar ook die diepe toon die doet iets met het vocht in je lijf. En omdat die water in zit, kun je je voorstellen, ik zit hier, dat in mijn lichaam, in mijn buik, gebeurt hetzelfde als wat je hier ziet. Dat water wordt zo gefibreerd, en dat voel je die trilling, zeg maar, dat het gewoon uit de schaal springt. Zie je dat? Je ziet het gewoon eruit springen. Nou, datzelfde kriebelende gevoel, dat krijg ik ook eigenlijk in mijn lichaam zelf. Nou, de Longxi-schaal. Deze klankschaal die werkt door middel van wrijving. Maar voordat we naar de klankschalen gaan en je iets laat zien over de verschillende metalen instrumenten die er eigenlijk zijn, wil ik echt teruggaan naar de basis. Wat is nou eigenlijk een klankschaal? Eigenlijk is een klankschaal gewoon een etensbol. Een almsbol. Een almsbol, dit is namelijk wat alle priesters bij zich dragen. Een almsbol is namelijk de schaal, ik zal hem eventjes laten zien, waar een priester normaal zijn offers in bewaard. Dus dit is het bordje waar hij uit eet. Nou, wat bestaat het uit? Een riem om het te dragen. Waterzuivering. Slijpsteentje. Scheermes. En natuurlijk naaigerij voor een oranje gewaad. En hierin zit eigenlijk de almsbol. Nou, deze almsbol komt uit Indonesië, van een boeddhistische tempel. En als je er tegen slaat, dan hoor je al dat hij een klank heeft. Nou, hij is natuurlijk gedempt, dan moet ik hem heel eruit halen. Oh ja, dan nog eigenlijk. Waarom niet eigenlijk? Kijk, nou, dit is een almsbol. Nou, je hoort hem al klinken. Dus niet alleen bewaren ze hun offers hierin, maar een almsbol werd dus ook gebruikt voor healing. Nou, daar stammen eigenlijk klankschalen vanaf. Dit is dan ook eigenlijk de originele grootte van de oude klankschalen. Zeg maar een soort bordschaal die je kon gebruiken om dingen in te bewaren. Nou, ik zal het even terugzetten. Op dit moment zijn klankschalen ontzettend populair. Alleen merk je wel dat met het werken met klankschalen, dat het niet makkelijk wordt gemaakt in die zin dat een aantal kloppers die op dit moment gebruikt worden, niet ideaal zijn voor de schalen zelf. Nou, de twee belangrijkste dingen natuurlijk om te kunnen spelen is de klopper en de schaal. Je hebt eigenlijk twee soorten schalen, de introverte en extroverte schalen. De introverte schalen, die hebben eigenlijk maar één klank. Die zijn ook heel makkelijk in een set te gebruiken. Je herkent ze meestal aan de rechterkant die ze hebben. En sowieso ook alle kristallen schalen zijn introverte schalen. Zuiver van toon, vaak perfect gestemd. En als je goed luistert, hoor je ook maar één toon. Eén hele zuivere toon. Niet te veel ruis eromheen of andere geluiden. Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld een extroverte, die is veel rijker van geluid, maar daardoor veel moeilijker te bespelen in een set, omdat al die boven- en ondertonen natuurlijk worden meegenomen als je speelt. Kijk maar. Ik hoor een hele hoge toon. Een basistoon. En nog een trilling ertussenin. Er komt zelfs een hele hoge piep tussendoor. Nou, als ik nog eens eentje laat horen. Duidelijk drie verschillende tonen. En er komt nou zelf een toon bij. Die zelfs trilt een hoge vibratie. Nou,
even terug naar de kloppers. De klopper die je erbij krijgt, is eigenlijk totaal niet ideaal. Waarom niet? Dat leren stuk is net te hard om de mooie lage toon eruit te halen. En dit stuk is net niet hard genoeg voor een mooie, zuivere, hoge toon. Kijk, ik zal hem even laten klinken met het zware deel. Het is te schel. Maar als ik een schelle toon wil, dan is dit net weer niet schel genoeg. Nou, wat kun je nou doen? Eigenlijk heel simpel. Zo'n houtje kun je natuurlijk makkelijk ombouwen. Als je daar een filterstuk op zet. En aan de andere kant een fietsband. Een hele smalle fietsband. Ik heb hier al die racefietsbanden. Die plak je eromheen. Dan heb je sowieso een betere hoge toon. Ik zal het laten horen. Dit is de hoge toon met het hout. Dit is de hoge toon met het rubber. En dan heeft hij iets meer diepte. En de scherpe toon vind ik weer niet. De gedempte toon vind ik weer niet gedempt genoeg. Want ik hoor toch nog de boventoon, die schelle toon erbij zetten. En als ik hem zo speel. Nou heb je een mooi diep geluid. Dus die doen we weg. Wat voor verschillende instrumenten? Ik heb het al gehad. Je hebt de extroverte en de introverte klankschalen. Maar er zijn natuurlijk meer dingen. Kijk, ik denk dat het bekendste is misschien wel een tempelbel. Dit is een tempelbel, ook van de boeddhistische tempel in Bandung. En die heeft het geluid om. En het geluid om met een hele mooie vibratie zit erin. Ik zal hem eens laten horen. Dat is het oomgeluid. Nog een keer. Je hoort een mooi rondzingen. Heel mooi rondzingen. Wat vaak een tempelbel wordt genoemd, maar wat niet zo is. Het is een handbel, het is de ganta. En de ganta, eigenlijk zowel de bel als de ganta zijn bedoeld om de spirits op te roepen. Ik zal hem eens laten klinken, zeg maar, met een slaghoutje. Weer een heel mooi helder geluid. Hoe scheller het geluid, des te beter voor het oproepen van energieën. En het rondzingen komt er weer in. Mooie heldere toon, houdt mooi lang aan. Zingt mooi door. Een goede ganta is ook gemaakt uit twee delen. Dat wil zeggen het handvat. En los wordt er dan een klankdeel ondergezet, omdat het een ander metaal is. Het heeft een andere functie. Dus de tempelbel en de ganta. Nou, wat hebben we nog meer? In Indonesië hebben we ook een aantal typische instrumenten. Dat is bijvoorbeeld de gong. De gong is vaak bij aanvang of afsluiting van een ceremonie. Deze heeft een heel mooi direct geluid en die komt echt goed binnen. Ik zal iets harder aanslaan. En heeft die lang aanhoudende toon, zeg maar. Nu is het ook zo dat je soms als je ritmisch gaat spelen, dan is het natuurlijk helemaal niet handig als iets lang doorklinkt, omdat je dan die tonen in elkaar doorlopen. Je krijgt dan een soort, die worden één grote massatoon, zeg maar. Dan zou je twee dingen kunnen doen. Dat is hem iedere keer dempen op het moment dat je de ander aanslaat. Of je maakt een klankschaal die een dieper, korter geluid heeft, zodat je hem echt ritmisch kan gebruiken. Nou kijk, dit is een mooi voorbeeld daarvan. Het lijkt op een bonang. Dat is het niet. Want hij klinkt als klankschaal heel kort door. Snel kunt spelen, dat zijn dus echt ritmische klankschalen, doe je dat met dit.
dan hoor je de toon niet meer, mits je hem natuurlijk gaat afdempen. Dus je zou met techniek zou je het kunnen doen, alleen mis je dan één ding. Want zou je hem nou op deze manier spelen, dan kan ik toch met mijn rechterhand andere instrumenten erbij meenemen, omdat die gewoon kort is. Het is gemaakt om een ritme aan te geven, zeg maar. Nou, ook daar heb je weer natuurlijk een verschillende keuze. Nou, ik heb het volgende instrument eigenlijk al laten zien, de tomdrum. De tomdrum, omdat ik werk met klankschalen, vind ik het eigenlijk mooi als die ook een beetje een zwevend geluid heeft, zodat je mooi kunt gebruiken, zeg maar, verschillende ceremonieën, yogalessen, meditatie. Dus je hoort als ik hem aansla, is die mooie sustain, hij loopt mooi door, zeg maar ook niet te lang, waardoor je hem eigenlijk ook heel makkelijk met tonen door elkaar kunt spelen, zonder dat je één grote cacophonie krijgt van geluid. Nou, deze heb ik zelf gemaakt van koolstof. Ik heb er daar nog een aantal van roestvrij staal en nog meer van koolstof in verschillende stemming. Deze is gestemd slendro. Je hebt pelog en slendro, dat zijn maar, de twee soorten van stemming in Indonesië. En door hem te stemmen in een Aziatische toonladder, zeg maar, heb je natuurlijk ook een heel andere effect. Schalen samen, zeg maar. Dus verschillende instrumenten, verschillende soorten, van ritmisch tot extrovert met een hele lange klank die naklinkt. Ja, eigenlijk als je wil gaan spelen, is het ideaal als je dat kunt combineren. Nou, ik heb net al iets gezegd over de kloppers. Als je toch wil gaan spelen met klankschalen, probeer dan een keer heel simpel een klopper uit met een filter bovenkant, omdat je dan ook die diepe toon krijgt. Nu heb ik twee verschillende soorten. Eentje met een zachte en een Indonesische. Dit is de horen van een karbouw, een harde. Je hebt dezelfde klankschalen, maar ik zal er twee verschillende geluiden uithalen. Dus dit is meer de diepere versie van dezelfde klankschaal. Kijk, die hoge toon komt wel, maar overheersend is die lage toon, een mooie rustgevende toon. Kijk, gebruik ik nu de hardere kloppen, dan krijg je de hele schelle boventonen, zeg maar. Nou, heel vaak hebben mensen zoiets moeite met de hoge tonen. Dat hoort erbij. Een hoge toon doet iets met je hoofd, die maakt iets los in je hoofd. De lage tonen, die maken juist iets los in je lijf. Dus wil je iemand rust brengen, dan is dit ideaal. Wil je iets losmaken in het hoofd, dan is dit een beter alternatief. Twee verschillende tonen uit één en dezelfde klankschaal, gewoonweg door je kloppers, zeg maar, aan te passen. Nou, dat in het kort eigenlijk over de kloppers en over de verschillende klankschalen die er zijn met hun effecten, introvert, extrovert, oproepen van geest en energieën, rust geven door middel van een gong en de diepere geluiden. En ja, eigenlijk is het leuk, ik zal met een hele korte demonstratie stoppen, zeg maar, waarbij ik de verschillende klankschalen met elkaar combineer. Heel kort. Dus hier kan ik heel makkelijk iets tussen zetten. En die klinkt door. Zeg maar, van de verschillende schalen. Nu is er nog één techniek die ik graag wil bespreken. Een heel interessante techniek eigenlijk.
Nou, twee technieken, de twee laatste technieken. Door middel van wrijving, het allereerste instrument, de longxi, liet je heel duidelijk zien, zeg maar, hoe je met de middel van wrijving van je handen een klank kunt krijgen. Maar dat kun je natuurlijk ook door langs de rand van een klankschaal te gaan. Doe één ding niet, wat een hoop mensen doen die het niet technisch onder de knie hebben, die gaan eerst slaan. Maar dan heb je die hoge toon. Als je hem dan gaat draaien, dan heb je die hoge toon. Hoor je dat? Als je het doet, zet hem erop. Begin heel rustig te draaien. Mooie rugspieren en toon erin. Heel langzaam, je hebt niet meer nodig. Oefen op je techniek, maar ga niet eerst slaan, want dan heb je de hoge tonen geaccentueerd en daar werk je dan vooral op. Tweede techniek, en die heeft eigenlijk te maken met hoe het geluid zich rondom een klankschaal verplaatst. Nou, wat het geluid eigenlijk doet, is dat het een soort vibratie maakt aan de buitenrand, zeg maar, van de schaal zelf. Als je hem dan slaat, dan kun je dus in die toonzone gaan zitten. Als ik de hogere tonen wil accentueren, ga ik erin zitten. Ik ga hem nog een keer pakken. Dat kun je ook doen met de holtes van je lichaam. Bijvoorbeeld de holtes van je mond. Maar je zou bijvoorbeeld ook een andere klankschaal kunnen gebruiken om die hogere toon eruit te halen. Wat leuk is dat je van laag naar hoog gaat, laag, hoog, laag, hoog. En daar, doe je natuurlijk iets mee in het lichaam. Goed luisteren. En als die toon alleen maar loopt, dan loopt die ook door. Luister goed wat die doet. Zie je, van een afstand pak ik hem wel. Dus wil ik die hoge toon in één keer naar boven halen, kan ik dat doen door in die zone te gaan zitten. Ik raak de schaal niet aan. Dus, slaan, wrijven, werken, of zelfs met het hand, of met je hand beïnvloeden. Zo zie je dat je uit één en hetzelfde instrument door je techniek er heel veel tonen uit kan halen. Hoe die nog doorklinkt. Echt, ik voel hem gewoon. Ik voel hem gewoon opkomen. Nou, ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb tot het oefenen met deze fantastisch mooie metalen instrumenten. En laat even het weten als het lukt en als je er wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken.